Maar dit is technologie die volkomen ongevaarlijk is. Ja, de nieuwe Google Translate is volgens mij vloeiender geworden. In de zin van dat wat eruit komt is meestal een grammaticale zin. Meer dan in het verleden, waar nog wel eens een beetje de zinnen nog wel eens wat hakkelig liepen. Of niet grammaticaal waren. Maar ik moet zeggen, dat wat ik heb geprobeerd, maar dat is maar een observatie van een beetje uitproberen, is dat de woordkeuze, de semantiek, niet altijd nog steeds niet echt goed is. Dat gaat toch wel vaak fout. Dus volgens mij is Nederlands best wel rijk aan metaforisch taalgebruik. En het zal voor veel talen zo, maar neem maar een Nederlands nieuwsbericht van nu.nl. Dat staat bol van de uitdrukkingen. En die gaan dus vaak fout. Je ziet vaak een letterlijke vertaling terug, hè, van dat versieren, dat je iemand wil versieren, dat wordt vertaald als to decorate someone. Google zegt dat ze het laatste jaar bezig zijn met een grote uitroloperatie waar Nederlands dan vorige week bij aan de beurt was, van deep learning. Daar hebben ze ook gewoon over gepubliceerd. Het klopt, het is een methode die ook in de wetenschappelijke wereld uiteindelijk is gebleken te winnen van de vorige. Het vorige beste model. Het vorige beste model was een statistisch model dat gebruik maakte van statistische kennis van woordgroepen die waarschijnlijk elkaars vertaling zijn. En die woordgroepen, als je die zo lang mogelijk houdt, dan los je in één keer een aantal problemen op. Woorden staan in de context van elkaar vaak, niet alleen in een syntactische volgorde, maar hebben semantisch ook vaak, vormen vaak coherente groepjes. Dus een woord aan zich kan nog vertalen naar vier andere woorden, maar in die woordgroep van drie of vier woorden heeft altijd alleen maar die betekenis. Het hele idee van een statistisch machine translation systeem is dat het alleen maar kijkt naar een vrij lokale context. Probeert vier woorden tegelijk. Maar je weet dat in taal bepaalde woorden een relatie met elkaar hebben, terwijl ze niet noodzakelijk dicht in de buurt van elkaar staan. Dus ze kunnen op een hele variabele plek in de zin staan. Als ik zeg, dan gaat er ergens een keer een werkwoord komen in de ik-vorm. Nou ja, je mag hopen dus dat een model in de gaten heeft dat er allerlei clues gegeven worden aan het begin van de zin, als die van links naar rechts werkt. Die later in de zin van pas komen. En dat model moet dus een soort van werkgeheugen bijhouden. Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. En dat is de grote stap voorbij het kijken naar korte contexten van drie, vier, vijf woorden. Dus je kijkt wel naar die context, dus dat doet het model nog steeds. Maar hij bewaart ook informatie die mogelijk van nut is later. En hij besluit ook die informatie te bewaren en hij besluit ook sommige van die informatie weer te vergeten. Dus als je bepaalde clues in de input ziet, die vertellen van we zijn in een nieuwe zin. Oké, vergeet alles maar wat we net aan het onthouden waren, want er is weer een nieuwe zin, dus er komt weer een nieuw onderwerp. In feite geef je me de taak, hier heb je een inputstring van woorden, maak daar een andere input, maak daar een outputstring van woorden van in een andere taal, die ongeveer hetzelfde betekenen. En als voorbeeld data heeft hij miljoenen en miljoenen van dat soort zinnen gezien die elkaars vertaling zijn. En uit die miljoenen woorden zijn allerlei statistieken afgeleid. Zoals bijvoorbeeld deze woordgroep in deze taal wordt typisch vertaald als die woordgroep in die andere taal. Maar ook als ik vooraan een zin zie staan, dan moet ik dat onthouden. Want later gaat me dat informatie geven over de vorm van de keuze in een werkwoordsvorm. Maar dit is technologie die volkomen ongevaarlijk is. Hè? Dus een machine translation systeem. Kan alleen maar dat. Het is niet dat het gaat denken over hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit. Dat is ver boven de capaciteit van het systeem. Het systeem krijgt echt, je moet het zien als een blinde mol die één ding heel erg goed kan, namelijk voelen als het ware wat hij als input krijgt en dan aan de outputkant ook weer symbooltjes op een rij zetten. En dat doet hij door fabelachtig snel te rekenen in een enorm geheugen. De uiteindelijke functie die een automatisch vertaalsysteem optimaliseert, dus de puzzel die oplost, dat is een resultaat van het wegen van verschillende dingen. Het Google systeem wat ik er nu van lees, is bijvoorbeeld zo ingesteld dat de zinslengte van de zin die wordt gegenereerd ongeveer
de zinslengte moet zijn van de zin aan de inputkant. Dus, dus met andere woorden, hij genereert miljoenen mogelijke vertalingen en gaat daarin zoeken in die miljoenen mogelijke vertalingen welke zinnen min of meer in lengte een beetje in lijn zijn met de input. Daarmee vallen dus 9 miljoen van de 10 miljoen mogelijke zinnen af. En dan gaat hij in die resterende miljoen nog kijken naar zinnen met de juiste vloeiendheid. Als je die lengtebeperking, dus de lengte moet ongeveer even lang zijn als de input, als je die loslaat, dan kun je hele creatieve vertalingen krijgen die de zaak bijvoorbeeld helemaal omgooien of een ander werkwoord gebruiken dan je in de meest letterlijke zin zou gebruiken. En met een veel kortere zin komen. Ja. En dat wordt in het huidige systeem niet bevorderd. Dus dat soort zinnen gaan het niet winnen. En als wij zelf aan MT-systemen, aan machine translation systemen werken, dan gaan we wel eens met die knoppen aan de gang en dan zien we precies dit effect. Dan denk ik van, hey, heel creatief. Plotseling, hij is figuurlijker aan het zijn dan als je deze knop terugschroeft. En bij Google, omdat het maar één systeem is, is er één keuze gemaakt. Van, we blijven een beetje letterlijk, we blijven een beetje dicht bij de input zitten. En we zorgen dat de output zo vloeiend mogelijk is. Nou, en dat is het resultaat zie je dan nu in de nieuwe Google Translate. De volgende stap is uiteraard dat ze dat andere toch bij de horens pakken. En toch het systeem... toch zoveel vrijheid geven, zoveel uitdaging geven, dat er weliswaar misschien een zin te vinden is die een stuk korter is, maar die eigenlijk beter, die ook vloeiend is, maar beter de betekenis weergeeft. Ja, in de voorbeelddata moeten daar heel veel voorbeelden van zijn. Dat is bij Google niet het probleem.